De stevig ongerust over de economische aspecten. Een eenvoudige boer en zijn niet zo eenvoudige boerin waren zo arm dat ze zelf niet eens een kindje konden kopen. Toen gebeurde het op een keer, terwijl de boerin aan het baden was in de kikvorsvijver, dat een kikvorsmannetje uit het water opdook om op haar toe te springen, zoals kikkers, vorses en mannetjes, want zoals de naam zegt was hij alleszaam, dat gewoon zijn. Hier ben ik, zei hij, uw liefste wens gaat vervuld worden. En wat het kikvorsmannetje voorspeld had, gebeurde ook. De boerin kreeg een dochtertje en dan nog zo'n mooi dat ze er een sprookjeskind wou in zien. Geen Sneeuwwitje of Roodkapje, want die beleven toch maar allerlei onaangenaams met wolven en grootmoeders en zo, maar een blauw baardje. De boer zag niet in waar die naam op toepasselijk was. Roodkapje had inderdaad een fluwelen mutsje gedragen en een manteltje van dezelfde kleur, toch blauw baardje. Dat komt later nog wel, antwoordde de boerin kregelig. En ze dacht aan allerlei dat ze voor zichzelf moest houden, want eenvoudige boeren horen niet graag ingewikkelde waarheden. Er was vanzelfsprekend ook een feestje, al bestond dat maar uit iets wat de boer krentenbrood geliefde te noemen, doch dat gewoon brood was waarin hij van verre met de tweeloop enkele rozijnen had geschoten. De buurvrouwen werden uitgenodigd en deze spraken allen een wens uit bij het mooie kindje. De ene wenste haar deugd, de andere schoonheid, de derde rijkdom en zo kreeg ze alles wat maar in de wereld te wensen was. Later werd ze inderdaad ook mooi en rijk en ze heeft er heel wat deugd van gehad.